Het is het begin van de wedstrijd op Goed Genoeg. HFC is in de aanval. AFC weer met Van den Bogert en Richard in de ploeg. Beide spelers ontbraken vorige week vanwege werkzaamheden. En dat leverde nogal wat wrevel op bij coach André Wetzel. Balletje zojuist van HFC verdween naast. En hier in de 11e minuut legt Berben de bal op de stip. Wat is er precies gebeurd? Onderuit gaat in ieder geval de Graaf. Links in beeld gebeurt het. Die wordt inderdaad om zijn middel gepakt door Morgan. Die incasseert geel. En achter de bal Magiet Jansen. En die zet in de 12e minuut vanaf 11 meter AFC op een 1-0 voorsprong. Doelman bokst de andere kant op. En enig ongenoegen bij HFC-coach Ted Verdonkschot. 26 minuten gespeeld. De volgende mogelijkheid, ook die is voor AFC via de Graaf. Maar hij schuift, hij schept de bal over. De Graaf die dit seizoen de overstap maakte van de derde divisie, Odin, naar de tweede, AFC. Hier Sterling met een hoogstandje, maar het levert HFC geen treffer op. We zitten inmiddels een minuut of zes voor rust en de wedstrijd is in balans. Met de kanttekening dat er van de kant van de AFC nogal eens vervelende overtredingen worden gemaakt. Mogelijkheid voor Tammeres, die stuit op Zonneveld. En nog steeds staat het 1-0 voor de thuisploeg. Dat is ook de ruststand, dit het begin van de tweede helft. Met HFC in de aanval. Er wordt een overtreding gemaakt. Voordeel is er uiteindelijk niet. Vandaar dat Berben besluit alsnog de vrije trap toe te kennen aan de ploeg uit Haarlem. Achter de bal Tammeres, een brede muur, maar de bal gaat er langs. Zonneveld staat in de andere hoek. En die kan er alleen maar naar kijken. En zo komt HFC na rust in de zesde minuut van de tweede helft, om precies te zijn, op 1-1. Dit Kwee van AFC. Kwee, die deelt een forse schop uit aan Sterling. Die is heel erg boos. Dat valt te begrijpen. Kijk hoe Kwee de bal kwijtraakt. En hier vervolgens hard uithaalt. Dat gebeurt onder het oog van Berben. En die geeft de speler van AFC een terechte rode kaart. Omzetting wordt vanaf de zijlijn geregeld door André Wetzel. En gek genoeg wordt AFC sterker. Met een man minder. Dat dan weer wel. Mogelijkheid voor de Graaf. Maar die stuit op doelman Box. Uitgerekend in een fase van de wedstrijd waarin je zou verwachten dat de ploeg uit Haarlem mogelijkheden creëert, wordt dat gedaan door de thuisploeg. Sterker nog, die komt op een 2-1 voorsprong via Van den Bogaert. Eén van de twee afwezigen vorige week trapt die bal van een flinke afstand diagonaal voorbij Box. En hij zet voor de tweede keer deze middag op Goed Genoeg AFC op voorsprong. Aan de andere kant een matige redding van Zonneveld. En die wordt gepasseerd door de topscorer van HFC, door Kastien. Zonneveld die de bal op de as van het veld terug het veld inbrengt. De bal die onderweg nog van richting wordt veranderd door Richard. Betekent dat het weer gelijk staat. Inmiddels de slotfase met de Graaf. En een open mogelijkheid. Hij stuit op Box. Hij krijgt nog een kans. Hij stuit weer op Box. Dan gaat hij op zoek naar hulp. Dat wordt via Hoek geregeld. En die stuit ook op Box. En dat is meteen de laatste grote mogelijkheid van dit duel. Het eindigt in 2-2.